Yo bir Christian Abraham Michael Taylor. Nou jongens, we gaan Minecraft spelen. De vorige aflevering heb ik wat gedaan aan dit huis. Want ik wil graag een groot grondgebied hebben. Tot mijn beschikking, maar ik wil hier graag een heel ziek zwembad te bouwen en nog wat andere dingen zetten. Maar ja, dat moet ook kunnen. Maar ja, daarom moet er ook gewoon een extra muur komen, want ik wil alles wel veilig hebben. Ik wil niet ongedierte in mijn huis hebben. En ook geen opklimmende spinnen. Ik denk dat dit ook zorgt dat dit mijn spinnen niet... Dat ze hier niet op kunnen klimmen. En er moeten natuurlijk extra veiligheidstorens komen. En als die dingen weg zijn, vanaf dan mag er pas de muur opengebroken worden. Dus doe vast een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal. En we zitten al even proberen te spelen. Ja, en namelijk, je mag niet bij de koningin op de trein komen. En natuurlijk moeten er twee extra wachttorens komen in de lucht. En volgens mij zijn die 5 hoog. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan komt het goed. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Ik dacht dat dit de afmetingen waren. Zo. Kijk hoe hoog dit is, want dat weet ik nou weer net niet. 1, 2, 3 moet ook omhoog. Het is wel mooi als het allemaal even hoog is. 1, 2, 3. Oké. Okay. Nee, gelukkig zijn er maar 2 wachttorens en niet... Oh, en we moeten anders gewoon elke keer 2 en daarna die laatste 1 doe ik dan straks wel. Gelukkig. Ja, gelukkig zijn er niet heel veel. Gewoon als het straks 's nachts is, dan boeit het ook gewoon bijna niemand. En dat er, want ja, je kan dan toch het beste niet binnenkomen. Maar die muur die moet opengebroken worden. Nou, dat is wel belangrijk. Want, ik wil heel graag dat ik, alsnog gewoon wel wat binnen het paleis heb. Even kijken.
1, 2, 3. Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Ik heb gehoord dat niet alles helemaal recht is gebeurd. Oh ja, wel. Nou, mooi zo. En dan ga ik even naar die andere. 1, 2, 3. Oké, okay, zo. Even kijken. 1, 2, 3. En dan heb je hier eentje tussen. 1, 2, 3. Heb je hier weer eentje tussen. 1, 2, 3. Heb je hier eentje tussen. 1, 2, 3. Zo. Even een mooi dakje eroverheen maken. Nou. 2 spinnen in. Ik weet niet hoor, maar dit is, het is volgens mij wel strafbaar. Ja, ga er alsjeblieft weer uit. Ook een automatisch gewoon weer rillingen. Hoezo kan ik hier zo slecht tegen? Ik ben niet bang of zo, maar ik vind het gewoon. Ik vind het niet helemaal chill. Mijn hele hart. Mijn hartslag zit nu echt op 200 of zo. Wacht, even. Wat nou als ik eens een diamond doe? Ja, het is strafbaar, maar we hebben aan het eind komen. Dus ja, nu ben je straf. Oh, je bent al gelijk dood. Ja, dan kunnen we je niet straffen. Er komt niemand verder op bezoek. Nee, die slijmdingen mogen er al helemaal niet in komen.
Opa. Opa, opa, opa. Oké, er is één spin binnengekomen. Ja, als je bij mij binnenkomt, dan ga je de doodstraf. Zo wordt het weer vastgelegd. De handen in de wet. Opa. Die spin is weg. Dus we kunnen hier wel spinnen komen. Ja. Komt in ieder geval je kampvuur op. Omdat je niet. Ik denk dat dat ook wel een veiligheidsiets is. Het heeft gewoon nog niet zo'n milieuvervuiling als de andere. Zo, even alle wachtwoord jongens. Moet je even allemaal. De ronde. Jongens, zo vast. Is het dodelijk? Gaat het worden een vondje? Dat weet ik niet. Nou ja. Op zich. Mijn paleis is herkenbaar in beeld. Kijk, het kampvuur ook aan en uitzetten. Dat zou wel mooi zijn. Zo, jongens. Ik zal eens even kijken. Zoek jullie dat ding bij je. Even missen, ja. Oh, die ding die maak je dood. Die slijmding die schijnt je dood te maken. Ik wist niet dat die dingen je dood maakten. Dat het überhaupt een monster was. Maar ja, dat is goed om te leren. Want
Nou, niet. Want het slijm is verboden op mijn tuin. Dus, soort. En ik wil even. Nou, daar ga ik straks naar kijken. Tering, kom dan wel meer. Zo. Monsters zijn op mijn tuin verboden, dus. Huh? Hoezo komen er elke keer zoveel nieuwe bij? Dit is straks ook weer voor aliens komen. Zombies bedoel ik. Waarom niet elke aliens? Ik vind het ook wel een beetje als aliens eruit zien, maar niet daarvan. Het zijn nu al minder. Nee, want dan mag je straks ook geen. Dit terrein is nog niet veilig genoeg dat die muur eraf kan. En het moet eerst clean gemaakt worden. Voordat alles helemaal doorgaat. Wat was dat nou? Ik dacht ik iets zag. Oh, dit is een stukje. Een paal van een skelet. En dus even alles verzamelen voordat ik. Hier loopt bijvoorbeeld een zombie. Of een slijmstukje. Zo. Zo. Hoppa. Hoe komt die spin hier? Zo, verboden weet. Wat denk je nou zelf? Dat ik dit toelaat tot mijn paleis. Monsters komen niet binnen mijn muren.
Ga nog gewoon een keer stilstaan. Ja, waarschijnlijk pak ik gewoon slaapplekken af, maar ja, je mag voor mij niet binnen op het paleis even lekker al de dieren zomaar gaan stilstaan, hè? Wat denk je zelf? Ik ben toch wel goed, bewaak dieren voor mij. Eens teruggekomen. Hoe kom jij nou hier? Dit is een strafwachtrij, dus ik weet niet. Dingen die komen hier ook gewoon zomaar. Ik irriteer me er zo naast. Dan weet je dat het een strafbaar feit is. Als je hier naar je komt, nou, dat weet je eigenlijk niet, maar ik kan me gewoon mensen huwen met een zwaard, denk ik. Nee. Jezus Christus. Ik kom gewoon uit zichzelf. Niet normaal meer. Echt van achterlijke gladiolen zijn het. Pardon. Zo. Alleen met... Ja, hallo. Je krijgt het land, je krijgt de toegang om vrij rond te lopen binnen dit land. Waarom ga je daar misbruik van maken? Tenminste, je kan buiten de poort vrij rondlopen. Ja, hier is gewoon vermoord hoor. Hoppa, hoppa. Geen excuus. Gewoon neergeschoten. Wie ook wat te vragen. Maar dat is aangehaast niet echt opgelassen, die dingen gaan helemaal niet op. Ja, pech voor je. Dus we niet binnen de muur komen. En zo gaat die kasteelmuur nooit open. Als het nu al zo gebeurt, want ik wil niet dat straks allemaal slijmdingen in mijn huis rondlopen. Binnen deze muur? Komt er eerst even niks. Nou, dames en heren, we hebben echt alles verwijderd. Op zich is het wel mooi gebeurd, kijk. Ja, nu dit van boven. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi gebeurd. Hij is goed gelukt. Daar zit nog meer. Ik denk als ik hem straks wat op ga vullen, dat er dan wat minder slijm komt. Maar dat zien we in de volgende aflevering. Ik zeg tot over 2 weken. Vond deze aflevering als een mogelijk vermoed, doe dan natuurlijk zoveel mogelijk blauw duimpjes omhoog. Abonneer op dit kanaal, volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Volg mij op Instagram, Chris Officieel. En zeg tot de volgende aflevering. En dan later.